Yo mensen van Call of Power Productions, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA First Person met een green screen op de achtergrond. Ik weet niet waarom hier een nijlpaard loopt met een stringetje aan. Ik vind dit verontrustend. Wie heeft de kooi van de nijlpaard opengelaten? Dit kan toch echt... Oh, dat is echt om te... kotsen. Ja, vandaag gaan we natuurlijk weer missies doen in GTA, want dat is gewoon mijn standaard zinnetje in deze serie. En we zijn, ja, misschien hebben ze het al nog niet gezien, maar het is Trevor. En deze man is totaal wild. Dat hoef ik jullie niet te vertellen, maar ik doe het toch, want ik hou van overbodige informatie doorspelen aan jullie. Het is een mooie dag, de vogels fluiten, de zon, Oké, de maan reflecteert, want de maan schijnt niet. Maan is schijn of zo bestaat er ook niet, want de maan geeft geen licht. Hoe de fuck wil steen en zand licht geven, man? Maan. Ik bedoel, maan is schijn, weet je wel, dat is bullshit. Want het is gewoon de zon die op de maan schijnt en dat reflecteert het licht of zo. En dat kan ik me zo boos aan maken, hè, van die mensen die het allemaal gaan verzinnen. Allemaal van die kinderliedjes verzinnen die gewoon helemaal niet kloppen. En al die kindjes leren er dan zo van... In de maan schijnt... Maar dat klopt niet, want dat is nep. En dat is verzonnen. En ja, zo geef je meteen het verkeerde voorbeeld. En als er iemand iets weet over het verkeerde voorbeeld geven, dan ben ik het wel. Dus, ik mag daar gewoon iets over zeggen. Fucking Mongolen die dat maken, joh. Wie de fuck heeft dat verzonnen? Ik weet waar ze huis woont. Nee, dat weet ik niet. Maar ik zei dat maar gewoon omdat ik dan heel agressief overkwam, zeg maar. Nou vreest iedereen mij en dan denkt iedereen van... Oh mijn god, Jasmin, waar mijn huis woont. Terwijl dat helemaal niet zo is. Kut, nou heb ik het verklapt. Fuck! En jullie zien daar lichtjes, hè? Dat is de Playboy Mansion in GTA. Dus dat weet je daar, zeg maar. Als je ooit naakte vrouwen wil zien, dan kan je drie dingen doen. Of op het internet gaan zoeken. Of gewoon een vriendin zoeken, wat misschien wel de beste optie is. Of je gaat gewoon in GTA naar de Playboy Mansion. Je kan ook naar de stripclub, maar dat is zo overrated. What the fuck? Ah, natuurlijk, ik heb deze afgebrand in een andere missie. Tony! Where's your wife? Yomi. Officers, here he is. This man is insane. He destroyed my house. Whoa, hey. What a teringleier. You asked me. He's ruined my life. He's a stalker. He's an epsilonist. Yeah, get him. En ze geloven het ook nog. Oh my god. Loose the cops. Ja, denk het toch even niet. Oh, I sniped your moeder. Oh, dat was... Nee, dat was gewoon hem. Maar dat klonk grappig, oké? Okay? Oh my god. Hij leeft nog. Oh, kut. Kut agent, jongen. Hij is niet te vertrouwen. Hij gelooft gewoon iedereen... Wat? Als iemand gewoon iets tegen hem zegt, dan gelooft hij dat gewoon. Zo van, hoi officer, ik heb een penis van 3 meter lang. En dan zegt die officer zo van, oh mijn god, ik geloof je meteen. Weet je wel, dat is een hele slechte voorbeeld, zeg maar. Maar dat is wat er gebeurt. Ze hebben toch geen enkel bewijs dat ik dit gedaan heb. Hij kan tegen iedereen wel zeggen dat hij zijn huis in de fik heeft gestoken. Fucking Mongolen. Maar Trevor deed het alleen maar om zijn wife te neuken van die man. En dat snap ik al, want dat had ik ook gedaan in dat geval. Oké, rustig. Ik zou nooit een huis van iemand in de fik steken voor seks. Maar in GTA wel. Dus dan weet je een beetje waar mijn grens ligt. Dat is natuurlijk super slim om van de politie te ontsnappen in de politieauto. Want dan denken die politieagenten van... Oh, dat is een collega. Maar waarom heeft hij geen uniform aan? Ah, zal vast wel niks zijn. Die mensen zijn toch fucking dom. In iedere GTA is de politie fucking dom. Behalve GTA, hier zijn ze echt hypermodern en super slim. Ze weten je overal te vinden zonder ook enige aanwijzing, zeg maar. Komen ze gewoon precies naar de plek toe waar jij zit verstopt. Dat is knap, hoor. Kijk, eigenlijk zijn het gewoon een stel fucking hackers, weet je wel. Die gewoon op jouw map kunnen kijken waar je zit. Maar ja, ga er maar eens tegen doen, hè. Ga maar tegen Rockstar zeggen van... Yo, de politie zijn hackers, dus ze moeten geband worden, dan heb je geen politie meer in het spel. En dan is het hele spel van Night. Dus ja, weet je wel, anders we deze missie niet kunnen doen. Aight, mission passed. Dit ging zeer vruchtverend, meneer Berend. Maar het is natuurlijk wel tijd voor een andere missie. Nou, want anders is het allemaal zo kort, hè. Maar voordat we die andere missie gaan doen, is het tijd voor een moederfucking epische stuntjump die we al een keer gedaan hebben, blijkbaar. Maar goed, maar niet uit. Het blijft episch. Hallo, kijk, dit is Franklin met zijn coole swaggy kleertjes die we de vorige keer hem aan hebben gegeven, die hij nou nog steeds aan heeft. Ik ben echt trots op je, Franklin. Meestal als je die characters kleren aangeeft, dan trekken ze die weer uit. Zo van, ik hou niet van deze mode. Zo klinkt Franklin dan, hè. Ik bedoel, ik klink zelf niet zo. Dus jij denkt van, Jos, wat praat je nou als een fucking homo? Zo praat Franklin, hè. Dan kan ik niks doen. Doe gewoon hem na. En dan, ja, dan zegt hij zo van, dit is niet mijn kledingstijl. Ik trek al mijn kleren uit. Dan loop je naakt over straat, maar dat vindt hij dan blijkbaar wel leuk. Dus, ja, dat is zijn ding, weet je wel. Dat interesseert mij het. Hij kan trouwens wel in zijn onderbroek lopen. Dat is geen grap. Maar ja, wie wil dat nou zien? Ja, oké, in principe maak ik een flikker uit, weet je wel. Want ik zit ook in first person de grootste deel van de tijd. Want het is first person story.
Subway. Dus dat moet dat. Dus ja. Meneer de taxi, kom je eventjes hier stoppen? Wat ben je aan het doen, man? Het licht staat op rood. Je mag hier niet eens rijden. Dus man, kom hier. Hey. Is dat mijn... Ja, dat is, ik weet niet of dat mijn taxi is. Nu is mijn taxi. Die man, die wou me even er tussenuit piepen. Hè? Zo werkt dat niet, smerige sukkel. Ik betaal jou. Waarom zou je dan weg van mij gaan rijden? Dat is toch loemp? Dan ben je echt niet goed bij je smoel. Oh, we benaderen een missie. Wat zou dit zijn eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik heb flauw idee van wie het ook is. Hallo? Hey, there he is! Oh, dat is die parachute meneer. Now, what the fuck are we doing here? Nothing. Okay, a little something that's gonna help me get some tail from those Midwestern ladies that I get to meet online. Let's pretend for a second that you're not so much of a pussy, and vamos, as my cleaning lady would say. Just to be clear, I'm not racist. I meant that ironically. I have a black friend, and I didn't even really notice that you were black, or whatever your people call it. Hey, get the fuck out of here! All right, let's go! Quadrace! Of nee, oh, follow Dom. Ah, of Dom. Sorry, dat was echt heel dom van me. Naar het cargo plane. Holy shit, dit is een cargo plane. Ik wist niet dat dit nog meer missies zat eigenlijk. Dwars onder die vliegtuig. Yolo. Maar serieus, ik wist niet dat de cargo plane in meer missies dan die ene... Minor Turbulence zat. Ik weet die andere missie. Yo, hij schraapt over de grond, dat is niet gezond. Dat ruimt. Oh mijn god, nee! Franklin! Is mijn ATV... Oh, gelukkig, hij zat erin. Oh, that would have been fucked. Aye, deze shoots, though. Mooie shootjes van de stad. Ride your ATV out of the plane. Is er iemand hier die vindt dat dat een goed idee is? Ik denk dat ik trouwens even hier ga inspecteren. Want, oh, als ik hierop kan, hè. Dat kan niet. Fuck. Nou, dan ga ik maar fucking uit het vliegtuig flikkeren, jongen. Als jullie dat graag willen, dan gaan we, jongens en meisjes, dames en heren. YOLO! Oh mijn god, dat fucking hoog. En ik crashte bijna met mijn baks op de rand van dat vliegtuigje. Barrel rolls. Wacht, ik moet even zien wat ik aan het doen ben. Holy shit, maat. Dit is niet normaal. We gaan eraf springen. YOLO. We zijn nu afgesprongen. Oh, maat. Maat. Is er ook een landingsplekje waar ik moet landen? Of? Oh, hier beneden, joh. Ik zit er allemaal even in te kijken en shit. Oh, dit is fucking moeilijke first person. Oké, wacht. We gaan het gewoon proberen. Wow, hij lijkt helemaal als een moeder. Eén ding moet je ze wel nageven. Is ze fucking prachtig uit. Wat is een fucking uitzicht? Ik weet niet. Waarom zei ik fucking? Ik ga het niet halen, man. Of wel? Of wel? Oh, ik ga het wel halen, jongen. Weep. In de middel. Nee, 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 Franklin. Oh, gelukkig. Ik was al bang dat als ik ernaast landde, dat hij hem niet zou halen. Lightning bolt. Zap. You're alive. You know how it feels. Man, I know how it feels to ride an ATV out of a damn airplane. Man, how much that shit cost you per second? It's relative, bro. How long did it take me to earn the bills? Listen, you go out walking amongst the drones. I'll be on top of the Maze Bank building with the higher beings. Dominator out. Dominator, omdat hij dom heet. Wat een mogol. Oké, dit was dus echt niet een hele goede missie. Maar we hebben hem gehaald, dus dat vind ik belangrijk. En zo is er weer een einde gekomen aan GTA Vespers. Tot volgende week woensdag. Later! En druk het uit, Mozen.